Mijn naam is Frans Franciscus. Ik ben in 1959 geboren. Dat maakt me 55 jaar oud in Utrecht, in Nederland. Ik ben in 1986 afgestudeerd aan de Utrechtse Kunstacademie, afdeling Monumentaal Schilderen. Ik ben een schilder en werk eigenlijk al 30 jaar als schilder. Sinds 4 jaar samen met Rien, is mijn echtgenoot. We zijn al 20 jaar samen, we zijn 8 jaar getrouwd. En sinds 4 jaar maken we samen een serie portretfoto's. Ik ben Rinus Gundel Franciscus, ik ben 47 jaar en ik ben grafisch ontwerper. En sinds bijna 4 jaar samen met Frans beeldend kunstenaar. Dus ik ben nog vrij kort bezig, zeg maar. Het is ook alweer een tijdje geleden school, maar ik heb mode gestudeerd en niet afgemaakt. Ik ben eigenlijk destijds via een stage op mijn eerste baan terechtgekomen. En ik heb 7 jaar ben ik etaleur geweest en stylist bij de Bijenkorf. Dat is in Amsterdam. Het hoofdkantoor zit daar ook en ook voor andere filialen. Dus dat is mijn eerste baan geweest. Dus echt qua opleiding heb ik dat niet geleerd. Ik noem mezelf ook autodidact. Dus ik heb eigenlijk dat soort dingen vooral mezelf aangeleerd. Of door trainingen te krijgen of dingen te leren. Maar laat ik even recht breien over die fotografie. Dat doen we echt samen. En we noemen ons niet echt per se fotograaf hoor. Het is veel meer het medium wat we gebruiken voor ons werk. En niet zozeer de fotografie aan zich. En ik ben natuurlijk als grafisch ontwerper gewend om in de computer dingen te bewerken. Beelden te bewerken, grafische dingen te maken. Dus vandaar dat dit wel heel erg ons ligt, weet je wel. Ik kom natuurlijk een beetje door mijn grafische achtergrond van toch wel de laatste 15, bijna 20 jaar, ben ik in beeldbewerking terechtgekomen. En met die beeldbewerking is ook een groot onderdeel van onze fotografie. Hè? Dus het is zijn een soort collages. Dus wij gebruiken wel fotografie als basis, maar we doen er allerlei dingen mee. Het is ook op een bepaalde manier is het ook wel een beetje schilderen in de computer, digitaal schilderen. Het is in ieder geval, het heeft wel veel raakvlakken daarmee, laat ik het zo zeggen. Dus Frans en ik kunnen dat ook prima daardoor doen. Weet je wel? Het schilderen van Frans, grafische achtergrond van mij. Mijn modeachtergrond is ook denk ik wel belangrijk, omdat ze natuurlijk ook wel beslissen van hoe zien mensen eruit, wat stralen ze uit, wat zijn ze. Dat komt allemaal samen in dit project. Dat wil ik nou niet zeggen, daar wil ik nou wel wat over zeggen, want ja, tijden zijn veranderd. Maar ik was eigenlijk, ja, ik ben gewoon, ik had natuurlijk een kans om te gaan, om te gaan werken op een goede plek. Waar ik echt goed zat. Dus ik dacht, dit ga ik doen. Dus ik ben daarom ook verder niet doorgegaan. En ik had ook het gevoel dat ik daar heel veel leerde. En dat is ook zo. Je kan natuurlijk ook heel veel leren op werkplekken. Hè. School is natuurlijk een hele goede basis. En ik wil ook zeker niet zeggen dat je niet je school moet doen. School is heel belangrijk. Maar ik heb gewoon geluk gehad dat ik op een hele goede plek zat. Dus ik heb ontzettend veel geleerd in het bedrijfsleven zelf. En later ben ik ook mensen gaan assisteren. Dat is trouwens ook iets wat heel goed is om te leren als je jong bent. Om gewoon mensen te assisteren. Daar leer je ontzettend veel van. Dat is echt, kan ik iedereen aanbevelen. Ja. Klopt. Dat was niet na school, maar dat was tijdens school. Eigenlijk moesten wij van de regering uit als student 6 maanden stage lopen. En aangezien je toen al helemaal nog niet iets van stageplekken had voor echt beeldende kunst, mochten wij ook kiezen om een half jaar buiten school te werken. En ik heb toen gekozen voor Berlijn, omdat Berlijn nog een beetje de naam had van een grote schilderstad. Maar daar kwam ik een beetje zuur van terug, want eigenlijk was het over. Die was net een jaar of 2, 3 was het voorbij. Dat elan wat daar hing, dat was eigenlijk ingekakt. En er waren een hoop hippies en zure punkers.
Ik heb daar 6 maanden gewoond. Heel koud, 20 graden onder nul. Heel eenzaam. Maar ik denk er nog heel vaak aan terug. Ik ben daar voor het eerst oude meesters tegengekomen die mij heel erg inspireerden tot het maken van werk. En dat doe ik nog steeds. Dus het was een soort eye-opener. Ik had het net over dat er Duitsland en Berlijn en trouwens de hele wereld heeft even een opleving gehad van hele expressionistische schilderkunst. Dus met name ongeveer tegelijkertijd met punk, kan je je voorstellen, wilde schilders. Het heette ook de wilde schilders. En daardoor, dat was eigenlijk net gaande toen ik op school ging in 1982. Dat werd dus logischerwijze de stroming waar ik mij tegen afzette. Omdat dat zo... Ja. Iedereen deed dat. Dus dan wilde je natuurlijk als jonge student iets anders. Wat toen opkwam, een stroming, heette postmodernisme. En ik wil niet zeggen dat ik daar een adept van ben. Maar het is wel van belang voor mij geweest. Omdat postmodernisme was ineens voor mijn gevoel een stroming waarin heel veel vrijheid kwam. Maar je hoefde niet alleen te schilderen, je mocht ook foto's maken, je mocht overal gebruik van maken, je mocht heel erg stelen van citeren. Dus ik denk dat als je dan zegt waar mijn belangrijkste invloed in de periode dat ik student was, zou ik zeggen postmodernisme. Ja, er zijn er heel veel. En het zijn natuurlijk niet alleen, want ik ben natuurlijk wel vind mezelf wel een moderne kunstenaar. Het zijn niet alleen voorbeelden uit de klassieken, waar ik heel veel inspiratie van krijg. Maar een paar uit het verleden, Bronzino, Italiaanse, Venetiaan, Titiaan, Veronese en Tintoretto. Maar ook Van Eyck, dat is een Nederlands-Vlaamse... Een Zuid-Nederlandse schilder en Memling natuurlijk, waar onze hele fotoserie op gebaseerd is. Maar ook gewoon oude gouden als Rembrandt en Rubens vind ik helemaal geweldig. Maar ik hou ook heel erg van ik maak zelf tentoonstellingen met de meest gekke kunstvormen. En dat inspireert me ook enorm. De laatste jaren bijvoorbeeld ben ik weer helemaal geïnspireerd door mensen die performances maken. En niet zozeer dan... Met zijn Abramovic bijvoorbeeld, nog wel saai, maar het kan van alles zijn, beeldhouw werken. En wordt door alles geïnspireerd. Echte inspiratie, nogmaals, oude meesters. Die geschilderde portretten waar ik het over had, die waren gebaseerd op de schilder Memling. En Memling is een Zuid-Nederlandse schilder uit 1450, die het portretgenre een nieuw elan gaf. Hij kwam uit Brugge. En er waren daar heel veel, het was een hele rijke stad, er waren heel veel Italianen. En die lieten zich door hem portretteren met een achtergrond uit die omgeving. En gebruikte dat bijna als een hedendaags souvenir om weer mee naar huis te brengen. En bovendien gebruikt Memling handen. En die legt hij dan heel vaak op de rand van het schilderij, alsof het een trompe-l'oeil is. En ik vond het een interessante gegeven. Ik ben niet de enige hoor, want het is heel vaak gedaan. En dat ben ik gaan doen in geschilderd portret. En eigenlijk is dat hele gegeven werken met achtergronden die je achter mensen kan zetten in deze digitale tijd ideaal. Omdat je, met dat digitale materiaal je in de perfectie zo kan werken. Weet je. Je kan gewoon echt de achtergrond perfect kiezen. En gaan switchen en zoeken en verschillende achtergronden uitproberen. En dat is eigenlijk wat wij doen. We zijn hier sinds 2 januari en aan het begin moesten we echt nog een beetje landen, maar dat is natuurlijk niet zo gek, hè? We zien een tijdsverschil en we zijn ook heel druk geweest nog in Nederland voordat we hier kwamen. Dus, maar we hebben een heel lekker plekje, een lekker huisje en ja, wat we hier meemaken. We hebben nog het gevoel dat we nog heel veel moeten meemaken hier. We zijn ook heel veel aan het werk geweest, toch? Voorbereiden van dingen, voorbereiden van lezingen, een aantal dingen. Dus, maar ja, we voelen ons hartstikke thuis hier. Dat is een lekkere plek en het is aardige mensen. Aardige mensen. En, ja,
is te fijn. Mensen zijn veel minder assertief dan wat wij gewend zijn in Amsterdam. Dan moeten wij ook even aan wennen. Want wij zijn zelf namelijk ook zo assertief. Ja. En soms is dat, soms is dat niet zo goed. Ja, dat is gek. Dat is echt een Ik was wel gelijk flabbergasted van de plek, weet je, gewoon hoe jullie hier zitten met een geweldig grote tuin en de plek aan zich, weet je wel. Iedereen heeft ook een eigen plekje, er is ruimte genoeg. Ik was echt onder de indruk, apparatuur, goede spullen, niet slecht, echt heel goed zelfs, dus ik was echt onder de indruk, zeker. Same hier, dat iedereen zijn eigen atelier heeft hier, als je straks in Nederland komt, dan heb je dat niet. Dan kan je rond de vierkante centimeter gaan zitten prutsen. Dus enjoy. Enjoy it while it lasts. En ik vind, natuurlijk over. Jullie hebben het echt getroffen met Teerzo en met David. Die hebben hier echt iets tops neergezet. En het krijgt gewoon internationaal al heel erg veel aandacht. Hè. Dus dat wil ik wel zeggen. Ja. Nee, samenwerking heeft er nooit plaatsgevonden. En eigenlijk hadden Nogrinus en ik hadden Teerzo of David ooit ontmoet. Ik kende David vandaan, want die ben ik tegengekomen in de kunstwereld, de Nederlandse kunstwereld. Teerzo had ik nog nooit van gehoord. Die mailde mij dat hij graag mij op zijn lijst wilde zetten voor mogelijke portretschilders van het nieuwe statieportret van koning Willem-Alexander. En zo zijn we met elkaar in contact gekomen. Toen heb ik hem gegoogeld en kwam ik erachter dat hij een van de oprichters van het IBB. En dat IBB kende ik al van de mogelijke arts- en welzijnsplekken die gesubsidieerd worden door het fonds. Door het Mondriaan Fonds. En toen heb ik hem benaderd om te zeggen dat wij wel samen, en Rinus en ik samen, een project hier wilden doen met onze memory-fotografie. En daarop werd heel enthousiast gereageerd. En toen zijn we een subsidie gaan aanvragen. En toen waren we hier.